It is still early in the morning of the 22nd of February when Major Thornton's woken up. Thornton, a 24-year-old mechanical engineering graduate. He enlisted 4 years earlier as an officer at the air base Kelly Fields in Texas. Before America declares war on Japan, Thornton mainly flies transporter planes to northern Africa, where they are handed over to the British Army under command of General Montgomery. Now, in 1944, as a pilot, he flies missions over the European continent. Half an hour after being waked, he is with the other pilots on duty in the briefing room, where they receive orders for the day. A bomb attack on the airbase Kilzeraya. For the third day in a row, this airfield will be the target. Major Thornton is in charge of the formation consisting of 50 bombers. Welkom bij de onthullingsplechtigheid van het gedenkteken ter nagedachtenis aan de crash. Vandaag precies 70 jaar geleden van de Amerikaanse bommenwerper B-26 Marauder Crescendo. Die crash was op 22 februari 1944. En bij die crash kwam de vlieger, de Amerikaanse majoor Charles Vernon Thornton, om. Ladies and gentlemen, welcome at the unveiling ceremony of the memorial commemorating the crash 70 years ago to the day of the American bomber B-26 Marauder Crescendo on the 22nd of February 1944, in which the pilot
Charles Vernon Thornton died. Een bijzonder welkom aan de familieleden van majoor Thornton, mevrouw Anne Barry Thornton en haar dochter mevrouw Katie Barry. De burgemeester van de gemeente Oosterhout, de heer Stefan Huisman. Colonel McDivitt, Air Force attaché van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. De overste Boekholt namens de defensiehelikoptercommando van de vliegbasis Geelse Rijen. Eerwaarde pater Kees Maas, de heren Joep Struik, Piet Joosen en Erik Douwersen, ontwerpers en uitvoerders van het gedenkteken. De directie van de Rabobank willen we vanaf deze plaats bedanken voor het mogelijk maken van het gedenkteken en het gastvrije onderdak wat wij hier mogen genieten. Verder een hartelijk welkom aan alle anderen die naar hier gekomen zijn om dit bijzondere moment mee te maken. Zeker hen die op een of andere manier persoonlijk betrokken zijn of zijn geraakt bij deze crash zo lang geleden. Nu graag het woord geven aan de burgemeester van Oosterhout, heer Huisman. Dames en heren, 22 februari 1944, vandaag exact 70 jaar geleden, kwam er een einde aan het jonge leven van Charles Vernon Thornton. Zijn B-26 Marauder bommenwerper, genaamd Crescendo, stortte neer in het buitengebied van Den Haag. Ladies and gentlemen, February 22nd, 1944, exactly 70 years ago to the day, the young life of Charles Vernon Thornton ended. His B-26 Marauder bomber named Crescendo crashed in the outskirts of Den Haag, right about at this spot. Op deze plaats zo ongeveer, want uit de overlevering is bekend dat rondom de Vlaamse schuur die hier tegenover staat veel wrakstukken van het vliegtuig hebben gelegen. En vandaag staan we in het bijzijn van zijn nicht, hier aanwezig, nog eens stil bij het offer dat Thornton bracht voor onze vrijheid. Een offer waaraan vandaag mede dankzij de Rabobank, beeldend kunstenaar Joep Struiken en vooral ook een aantal vasthoudende heemkundigen deze dag gehouden kan worden. Dames en heren, het is nog zeer vroeg in de morgen van die 22 februari 1944 als majoor Thornton wordt gewekt. Hij is dan 24 jaar oud en afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur. 4 jaar eerder trad Thornton in dienst als officier op de luchtmachtbasis Kelly Field in Texas. Voordat Amerika als gevolg van de aanval op Pearl Harbor de oorlog aan Japan verklaart, vliegt Thornton vooral transporttoestellen over naar Noord-Afrika, waar ze worden overgedragen aan het Britse leger van maarschalk Montgomery. Nu, in 1944, vliegt hij als piloot missies boven het Europese. Een half uur nadat de majoor wordt gewekt, is hij samen met de andere dienstdoende officieren in de briefing room, waar ze de orders voor die dag ontvangen. Een bombardement op Geelse Rijen. En voor de derde dag op rij is dit vliegveld het doelwit. Majoor Thornton krijgt de leiding over de totale formatie van maar liefst 50 bommenwerpers. Nicola is niet zo goed. But it's an honor to be here. And Catherine, hope I can give a little bit perspective as a fighter pilot myself and of what Charles did and I've lost friends myself in the air, and been through 2 conflicts myself, so it's quite impressive when I finally find out the story. And I think you can. It's a little overwhelming when you see the effort that the Dutch put in to remember. So it's really great that you could be here. Dank u allemaal heel erg hartelijk dat u hier zijn. Ik vind het zeer overweldigend om te zien hoeveel moeite de Nederlanders nemen om te herdenken wat hier gebeurd is. Ik heb zelf ook een aantal keren conflicten meegemaakt. Dus het ontroert mij zeer om hier te zijn. I've only been here in the Netherlands since the summer. But I've already seen with amazement
how well you remember, how well the Dutch remember the past, and how you attach such importance to ceremonies like this, so our children and grandchildren remember and get appreciation for what was lost and suffered by our allies during World War II. Nogmaals wil ik u heel erg danken dat u hier bent en dat ik ook hierbij mag zijn. De Nederlanders zijn erg goed in het herinneren van hun verleden, van ook ons verleden. En doorgeven aan hun kinderen wat hier gebeurd is en het herdenken daarvan. En Kat, het was een honor to be a part of this. To remember Major Thornton and his crew and the people of the Netherlands. Thank you for your hospitality, reminding us of our nation's bonds, and of course the tremendous effort that goes into events like these, and of course helping us to remember the heroic actions of Major Charles Thornton. Heel hartelijk bedankt. 22 februari 1944, 11 uur en 3 minuten. Vandaag precies 70 jaar geleden was de vliegbasis het middelpunt van de geallieerde aandacht. In minder dan 5 minuten werden 1244 bommen afgeworpen in een poging de vliegbasis onbruikbaar te maken voor de Duitse bezetters. Op 22 februari 1944 vlogen 66 vliegtuigen van 386 bomgroep en 322 bomgroep, bemand door ruim 300 geallieerde vliegers, een missie voor vrede en veiligheid boven ons land. Na een vroege start die dag en een gedegen planning gaan de vliegtuigen één voor één de lucht in, onder leiding van Major Charles V. Thornton, richting het westen. Via het laatste referentiepunt bij Roosendaal wordt richting gezet naar het doel, de vliegbasis Schilderijen. 66 vliegtuigen die dicht bij elkaar vliegen om het vijandelijke luchtafweergeschut te ontwijken. Onbekend wat die dag zal brengen, maar zeker van het feit dat de komst van de vliegtuigen zowel bij de vijand als de vriend de nodige angst zal opwekken. Naast het uitschakelen van de logistieke voorraden hebben er ook enkele vliegtuigen de opdracht gekregen om de startbanen te bombarderen. Door de hectiek van het gevecht, de rook boven het vliegveld en de locatie van het doel lukt het de bemanning niet om alle bommen op het doel te krijgen en enkele bommen komen naast de basis terecht in en rondom het dorp Hulten. De aanval op het vliegveld is militair gezien een succes, maar met een hoge prijs. In en rondom Hulten zijn 5 boerderijen en 3 woonhuizen licht tot zwaar beschadigd. En de bevolking rond de vliegbasis leeft in een continue spanning, wachtend tot de volgende aanval op de vliegbasis. Maar niet alleen de prijs op de grond is hoog. De vliegende crews, voornamelijk uit de Verenigde Staten, wisten voor het opstijgen dat ze die dag zouden worden beschoten. Ze wisten dat enkele van hun kameraden die dag niet thuis zouden komen. Deze kennis maakte sommigen bang, maar anderen vastberaden. 66 vliegtuigen met ruim 300 bemanningsleden gaan uiteindelijk vastberaden op pad die dag. Vandaag 70 jaar geleden. The price is high, not only on the ground. The flying crews, especially from the United States, knew even before going up that they would be shot that day and that some of their friends and comrades wouldn't return. This knowledge put some fear into some and determination into others. 66 planes with over 300 crew will go out that day, 70 years ago to the day. We zijn hier vandaag bij elkaar om te herdenken dat 70 jaar geleden, wat 70 jaar geleden is gebeurd. Een gebeurtenis die heeft bijgedragen aan het feit dat we hier nu in alle vrijheid kunnen herdenken. We are here today to commemorate what happened 70 years ago. Something that happened and that contributed to the fact that we are here now free to be able to commemorate. Door te herdenken blijven wij respect uitspreken voor diegenen die de hoogste prijs hebben betaald voor de vrijheid van anderen. By commemorating, we will always give respect to those who pay the highest price for the freedom of others. Namens de commandant van de vliegbasis Schilderijen, de commandant Westerbeek, dank ik u voor de aandacht en dank u voor uw aanwezigheid vandaag. Thank you for your presence.
and for your attention. Dames en heren, ik zal een korte toelichting geven over het bescheiden monumentje. Bescheiden in omvang, maar niet in betekenis. Ik doe eerst mijn hele verhaal en daarna wordt het hele verhaal vertaald. Daar heb ik voor gekozen. Toen mijn vrouw en ik 3 jaar geleden naar een boerderij in Ten Hout gingen kijken, waar we thans wonen, was er een opvallend detail dat me van toen af aan is bijgebleven. In de originele staldeur van de Vlaamse schuur, waar nu mijn atelier is gevestigd, zit een gat van versplinterd hout. Een stille getuige van de inslag van een granaatscherf die in de Tweede Wereldoorlog op de schuur werd afgevuurd, toen een aantal Duitse soldaten zich hier hadden verschanst. Tijdens de renovatie van die schuur stelde een van de timmerlieden voor deze plank van die deur te vervangen. Om te kunnen overleven wist de mens graag sporen uit een pijnlijk verleden. Pas later, als dat verleden een plaats van de geschiedenis heeft gekregen, worden deze sporen gemarkeerd om vervolgens dat verleden te blijven herinneren en om het te helpen verwerken. Vandaag onthullen we een monument voor Major Thornton en zijn bemanning. We zijn nu 70 jaar later in onze geschiedenis en markeren opnieuw een spoor van ons verleden. De gebeurtenis van de crash van de Crescendo is beschreven en Major Thornton heeft een graf. Maar toch willen we een symbool in het landschap. Een symbool omdat we iets eigenlijk niet meer willen. Het inleveren van onze vrijheid. Ik heb met het ontwerpen van dit monument gezocht naar een symbool dat recht doet aan de geschiedenis van het feit dat de Crescendo is neergestort, maar ook als een symbool van de vrijheid. Het werk bestaat uit een stenen plaat die de vorm heeft van een scherf. De vorm van die plaat is ontstaan uit het idee dat Thornton in zijn laatste vlucht de kerktorens van de verschillende plaatsnamen vanuit zijn cockpit heeft gezien. De buitenste punten van de steen vertegenwoordigen de plaatsnamen Moerdijk, Raamsdonk, Dongen, Geelserijen, Breda en Ter Heide. Het vormt dus eigenlijk een uitsnede uit de landkaart. Op die kaart is de plek waar het toestel is neergekomen gemarkeerd met een gat. Uit dat gat steekt een gesmeden stalen naald met een gebogen vorm. Deze naald geeft de richting weer van waaruit het vliegtuig is komen aanvliegen. Alle onderdelen van dit monument lijken te zweven. De stenen plaat hangt boven de grond en ook de stalen naald lijkt geen enkele verbinding met de omgeving te hebben. De naald is uitgesmeten tot een punt. Deze punt steekt niet in de aarde, maar kiest juist de tegenovergestelde richting, die van de ruimte. Het symboliseert hiermee het streven naar vrijheid. Een held zoals Major Thornton drukt ons met de neus op het feit dat we niet alleen voor onszelf leven, maar dat we een onderdeel zijn van een groter geheel, waarbij we het kwaad moeten bestrijden en het goede dienen te verdedigen. Herdenken is hierbij van essentieel belang en symbolen zijn hierbij onmisbaar. Zo vinden we sporen in het landschap, in de gebouwen, maar vooral in de mens. De geschiedenis vormt onze toekomst. Hoe wij met onze geschiedenis omgaan, bepaalt hoe onze toekomst zich ontwikkelt. Het is dus ook onze verantwoordelijkheid om de belangrijke gebeurtenissen uit onze geschiedenis te blijven herinneren. De deur van de Vlaamse schuur is gerenoveerd. Het versplinterde gat is gebleven. Ik koester het als een van de meest belangrijke plekken van mijn atelier. Als een symbool van vrijheid. Dank voor alle mooie woorden die gesproken zijn. Ik wil u nu graag uitnodigen om met ons naar de plaats van het monument te gaan waar de onthulling zal plaatsvinden. Als ik de erewacht mag vragen het pand te verlaten, dan volgen wij zo meteen. Thank you.
dames en heren. Hartelijk welkom op deze plek waar we zo dadelijk het monument gaan onthullen. Een plek die heel erg dicht bij de oorspronkelijke crashplaats ligt. Ik zou nu graag Barry Thornton en Katie willen uitnodigen om het monument te onthullen. Relatives of Major Thornton and all other guests. On the 22nd of February 1944, I was a 5 years old boy living in Oosterhout. And now, 70 years later, I am fully aware that we are free citizens. Without war, living in peace, thanks to our allies, especially the crew of the Martin B-26 Rode Crescendo. Today we are gathered here to thank God and the crew of the Crescendo, especially Major Thornton. Lieve familieleden van Major Thornton en ook alle andere gasten en genodigden. Op 22 februari 1944 was ik een jongen van 5 jaar oud. Ik woonde in Oosterhout. En nu, 70 jaar later, ben ik me zeer bewust van het feit dat wij allemaal vrij zijn. Vrije burgers, zonder oorlog. Wij leven in vrede. Now I am living nearby in Teteringen, where in those days our confrère Brother Albertus van der Wiel rescued the pilots Ted Lehman and Noble Gregory and brought them to safe havens. He too risked his life, and for all who risked their lives and brought us peace, let us pray. Ik woon nu heel dichtbij in Teteringen, waar in die dagen onze pater, broeder Albertus van der Wiel, 2 piloten redde, Ted Lehman en Noble Gregory, en ze in veiligheid bracht. Ook hij riskeerde zijn leven. Voor iedereen die destijds zijn leven riskeerde en ons vrijheid en vrede bracht, bidden wij. Lord our God, today we remember the day the Crescendo aircraft crashed on this place. Young men risked their lives to bring us peace. We thank you for the courage and willingness, and may the devil of war never come back. Lord, make us men and women of peace. May their lives not be offered in vain. Heer onze God, vandaag herinneren wij de dag dat de Crescendo op deze plek neerstortte. Jonge mannen die hun leven riskeerden
om ons vrede te brengen. Wij danken u voor hun moed en bereidheid. Mogen de duivel van oorlog nooit meer terugkomen. Heer, maak ons mannen en vrouwen van vrede. Mogen dan hun levens niet voor niets geofferd zijn. And let us pray as the Lord of Peace has taught us. U allemaal uitnodigen om samen in uw eigen taal het Onze Vader te bidden. Oude Vader, Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Thank you and may God bless you. Mag ik nu mevrouw Ann Barry Thornton uitnodigen om een woordje te zeggen? Please. Here today, and it all happened because of three wonderful men and my three new best friends, Jan and Kas and Jan and Jos. Would you men please come stand with me? Where are you? Mag ik u allemaal heel erg hartelijk danken voor deze dag, die nooit tot stand zou zijn gekomen zonder deze drie heel bijzondere en belangrijke mannen die hier nu naast mij staan. Jos, Jan en Kees. One happened last night, but they both started in 1944. Jos was 12 years old during the war, and being like 12-year-old boys, he went to explore where the crashes happened and took souvenirs that they weren't supposed to take. So they had never seen plexiglass before and found a piece from the cockpit of my uncle's plane. And last night he gave me a cross that he made from that piece of the cockpit, and will be very special to me forever. And I think they all believe in the second story. Ik wil u graag twee verhalen van vertellen die allebei begonnen in 1944. Eén ervan, heel bijzonder, gaat over Jos, die toen hier het vliegtuig neerstortte, als 12-jarige jongen een beetje rond ging kijken zoals 12-jarige jongens dat dan doen. En hij vond hier een stuk plexiglas, iets wat hij nog nooit eerder gezien had. En wat hij natuurlijk, ook al mocht het niet, meenam naar huis. En waarvan ik een prachtig hangertje kreeg in de vorm van een kruisje wat nu om mijn nek hangt. Dankjewel. This is the flag that they sent my grandmother that went with my uncle's body when he was reburied at Margotten. It's a special flag because it only has 48 stars, one for each of the states. We now have 50, so you can't get this flag anymore. Dan wil ik u ook nog iets vertellen over de vlag die ik hier bij me heb. Het is een heel bijzondere vlag. Deze vlag is gebruikt bij de herbegrafenis van mijn oom, gestuurd naar mijn moeder in de Amerika, een bijzondere vlag, omdat er maar 48 sterren op staan. Tegenwoordig hebben we 50 staten. Dat is een heel bijzondere vlag. Yesterday we went to the cemetery in Margotten to visit my uncle's grave. And they flew this flag over the cemetery yesterday. Gisteren hebben we het graf van mijn oom in Margraten bezocht. En deze vlag is gebruikt om op die dag te wapperen. Yesterday
I'm going to give this flag to the men who brought us all here today, because I know that they will put it somewhere for people to view so that you do never forget what freedom costs. Ik wil deze bijzondere vlag vandaag schenken aan deze mannen, zodat hij hier door iedereen gezien kan worden. Zij geven hem vast een hele goede plek om aan te duiden wat vrijheid heeft gekost. Dankjewel voor de mooie woorden, de dankwoorden. En dankjewel ook voor die bijzondere vlag die wij zojuist mochten ontvangen. We willen nu verder gaan met het leggen van bloemen. En mag ik de jongelui aan de overkant uitnodigen om bij mij te komen staan? Esmee, wil je ook naar deze kant komen? Dan gaan we bloemen leggen. De bloemen die aanstonds bij het gedenkteken zullen worden gelegd, worden aangereikt door basisschoolleerlingen. En op deze wijze willen wij hen betrokken bij wat zich hier in onze onmiddellijke nabijheid destijds heeft afgespeeld. Welke inzet is geleverd en de prijs die dat gekost heeft. Wij willen hen vragen dit verhaal ook straks verder te vertellen. Namens de gemeente Oosterhout worden bloemen gelegd door burgemeester Stefan Huisman. Oosterhout 1940-1945 van de Erfgoedstichting Den Hout worden nu bloemen gelegd. Gaan we nu luisteren naar de volksliederen. U het Nederlandse volkslied, gevolgd door het Amerikaanse, wordt uitgevoerd door Fanfare Amicitia uit Den Hout. Thank you.
Dank u wel, fanfare Amicitia. In het begin van de plechtigheid heeft u misschien wel opgemerkt dat er een vliegtuig overkwam. Doordat we wat later op deze plek zijn, was het vliegtuig hier wat eerder. Het vliegtuig was van Hans Berends, Houtenaar, die een flypast gaf, een eerbetoon aan Charles Vernon Thornton. Hij vloog in een Piper die ook 70 jaar oud is. Die dateert ook van januari 1944. En hij bracht op deze manier een eerbetoon aan de omgekomen majoor. Hiermee is deze bijeenkomst afgelopen. Wij danken u allen bijzonder hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inzet om er een onvergetelijke plechtigheid van te maken. Herinneringen die de familie heel, heel diep in hun hart bewaren en meenemen naar Amerika. Dames en heren, mag ik de aandacht vragen voor de erewacht om af te marcheren? Daar wachten we even op. Daarna volgen wij terug naar de plaats waar we vandaan kwamen, terug naar de Rabobank. En daar zien we u later. Fanfare Amicitia zal als laatste hier de plaats van het monument verlaten. U heeft uiteraard nog gelegenheid om het monument van wat dichterbij te gaan bekijken. Uw aandacht voor de afmars van de erewacht. Mars. Het moet was ongekend. Dankjewel. En ik heb twee bezoekers. Ik heb een mooie beeld. Op schrift staan. Hey. Waarom reageerde jij misschien alvast? Want eigenlijk moet er heel het gebied aanpakken. Ja, want jullie zitten helemaal na elkaar van ons, hè? Maar wij denken. Ik heb toch iets gevonden. Ja, maar dat is de indruk.
Schwarzenbach. Hij was juridisch iets. Zal ik me even voorstellen, wie dan ervan bracht? Jan Omer. Ik kwam hem tegen. Want daar dacht ik nog eraan, maar ik denk, hebben ze net nog wel opgenomen. Nee, daar zijn wel foto's van. Ja, maar dat ging niet van mij. Maar voor ons was het ook wel blij, denk ik wel. Ik neem jij een mooie foto van ons. Wat moet je van jou maken? Nee, niet van ons. Van ons zeg ik. Mooie foto van ons. Hoe goed geregeld met dat monumentje? Dankjewel. Ja, hoeveel tijd heb je aan besteed? Dat weet ik niet. Heel veel. Ja, een hele mooie documentatie. Ja. En als het dan de mensen het ook mooi vinden, dan betekent het iets. Dan heeft het ook iets betekend voor die mensen. Ja. En dat denk ik dat we hebben kunnen overbrengen. Ja. En dat is een beetje de bedoeling geweest. Ja. Het is een mooie plaats. Ja. Was even zoeken. Want dat kun je niet overal het ding monument wegzetten. Dus we moesten even kijken waar het wel kon. En op die plaats konden we het regelen met de gemeente. Dus je moet vergunning hebben, je moet allemaal aanvragen enzovoort. En we vinden ook dat die daar goed staat. Het knooppunt van fietspaden, dus komt heel veel publiek langs. Mensen kunnen daar even zitten, kunnen even uitrusten, kunnen even kijken wat er gebeurd is. Nee, ik denk een mooie plaats. Dankjewel, Kees. Graag gedaan.